In de afgelopen zes video's uit de serie over numeriek modelleren hebben we gekeken naar wat numeriek modelleren nu eigenlijk is uh, en wat je ermee zou moeten kunnen in de bovenbouw natuurkunde voor VWO. En misschien dat je al tijdens het kijken jezelf afvroeg: ja, maar hoe zit dat dan als ik uh, een vraag krijg over numeriek modelleren bij een toets of bij een eindexamen? Want dan heb ik geen computer bij de hand. Wat wordt er dan van mij verwacht? In deze video wil ik uh, een voorbeeld eindexamen opgave met jullie bekijken, waarbij hopelijk ook duidelijk wordt uh, op welk niveau uh, en op welke manier je met die, dat numeriek modelleren om moet kunnen gaan bij een uh, toetsvraag. En uh, de vraag komt uit het examen uit 2018, eerste tijdvak. Uh, als je de hele tekst rustig wil lezen, dan zou ik zeggen, zet jouw uh, uh, filmpje eventjes stil en, en lees even rustig de tekst. Maar het gaat over een auto Waarvan de automobilist op een gegeven moment stopt met gas geven, waardoor de auto gaat uitrollen. Hè, er werken wrijvingskrachten op die auto, en die wrijvingskrachten die gaan ervoor zorgen dat de snelheid afneemt en dat die, als je maar lang genoeg wacht, op een gegeven moment stilstaat. Eerst even een situatieschets om voor mezelf na te gaan of ik de situatie wel goed voor ogen heb. Dit is uh, op tijdstip T-0. Stond in de tekst: de auto komt aan met een snelheid van 33,3 meter per seconde, uh, de motor stopt. En daardoor werken er nog maar twee krachten in de rijrichting. En dat zijn de luchtwrijvingskracht en, en de rolwrijvingskracht. De auto zal daardoor afremmen. Op een gegeven moment heeft hij nog maar een hele kleine snelheid. Maar ook in die situatie heb ik te maken met de luchtwrijvingskracht en met de rolwrijvingskracht. Als je nu naar deze twee plaatjes kijkt, dan zul je al wel zien dat ik hier al kennis heb gebruikt over luchtwrijvingskracht en rolwrijvingskracht. Namelijk dat de luchtwrijvingskracht afhangt van de snelheid waarmee het Voorwerp beweegt. Dus als de auto snel beweegt, is de luchtwrijverskracht heel groot. Beweegt die heel langzaam, dan is de luchtwrijverskracht ook heel klein. En de rolwrijvingskracht daarentegen is niet afhankelijk van de snelheid. Dus die heeft altijd dezelfde constante waarde. Nu krijg je bij deze opgave het model al aangereikt. En die ziet er ook zo uit: zowel in de tekstvorm als in de grafische vorm. Je krijgt altijd beide vormen op je examen. Uh, maar omdat wij in deze hele serie alleen hebben gekeken naar de tekstvorm, heb ik hier ook alleen de tekstvorm weergegeven. Stap 1 is dat wordt gekeken hoe groot is uh, de resulterende kracht op de auto. Die bestaat dus uit de luchtvrijverskracht en de rolvrijverskracht. Als je de resulterende kracht weet, dan kun je ook de versnelling gaan berekenen. Let bij de derde regel ook op dat minnetje. Want we weten natuurlijk al dat we te maken hebben met de vertraging. En we weten dat de luchtvrijverskracht en de rolvrijverskracht. Altijd in de andere richting staan als de bewegingsrichting, en daarom dat daar ook een minnetje staat. En uh, als we dus de vertraging weten, dan kunnen we uitrekenen wat uh, de invloed daarvan is op de, de snelheid in het volgende tijdstapje. Dus we kunnen de snelheid in het volgende tijdstapje uitrekenen. En die dv die zal dus ook een negatieve waarde hebben, waardoor de snelheid in de loop van de tijd afneemt. De luchtwrijving, daar hebben we een formule voor, is gelijk aan een constante, maal v in het kwadraat. En dan zie je dus ook die afhankelijkheid van de snelheid. En de rolwrijving, die staat niet bij de modelregels, maar die is eigenlijk meteen bij de startwaarde gezet, omdat de rolwrijving constant is. En die heeft uh, in dit model een constante waarde van 76 N. Nou, dit is eventjes uh, het voorwerk. Nu wordt het tijd om te gaan kijken naar de vraag. En de vraag. Uh, die werd gesteld bij dit examen was als volgt: Leg uit wat er moet gebeuren met de startwaarde van K en met de startwaarde van F-rol. Want er is een probleempje, wordt er al uh, verteld in de tekst die hierboven stond, maar die ik uh, niet laat zien. En dat probleempje is de volgende. En dat kan ik je laten zien door het plaatje wat groter te laten zien. Dit is het plaatje wat je erbij kreeg. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben het model laten uitrekenen. Dat is de. Doorgetrokken lijn geworden en je ziet dus ook dat de snelheid afneemt in de loop van de tijd. Maar ze hebben ook daadwerkelijk metingen gedaan aan een auto die aan het uh, uitrollen is. En wat zien we hier? We kunnen mooi zien dat het model wat we hebben gemaakt op zich qua uh, vorm best oké okay is, maar nog niet helemaal gelijk loopt met uh, de gemeten waarde. En de vraag is nu dus: hoe kunnen we het model zo aanpassen? Dat onze modelwaarde, de doorgetrokken lijn, veel beter komt te liggen in de buurt van de gemeten waarde. En daar hebben we natuurlijk ook wel wat natuurkundige kennis voor nodig. Want als we kijken naar dit VT-diagram, eh, dan kunnen we al meteen eh, zeggen dat de snelheid natuurlijk afneemt. En de mate waarin de snelheid afneemt in de loop van de tijd, dat noemen we natuurlijk de versnelling. En die versnelling die zit, zit verstopt, die is gelijk aan de stijlheid. Van de grafiek op, uh, op het punt waar je de versnelling wil weten. Nou, omdat allebei de grafieken natuurlijk naar beneden lopen, heb ik te maken met een vertraging. Wat zorgt er nu voor een versnelling of een vertraging van een voorwerp? Dat is de kracht. En als we nu gaan kijken in onze grafiek, dan kunnen we eigenlijk uh, concluderen dat in het begin, dus aan de linkerkant van de grafiek, dat onze modelberekening te snel afneemt vergeleken met de gemeten. Uh, de stijlheid is te groot, waardoor we uh, dus kunnen concluderen dat aan het begin van ons model de resulterende kracht te groot is: groter dan de gemeten kracht. Kijken we aan het einde, dan zien we dat het precies omgekeerd is: dan loopt onze modellijn minder stijl dan de gemeten lijn en daar kunnen we dus concluderen dat de resulterende kracht juist te klein is. Dus we moeten ons model zo gaan aanpassen dat aan het begin de resulterende kracht kleiner wordt en aan het eind de resulterende kracht groter wordt. Nou, we gaan eens kijken hoe we dat gaan doen. Even weer terug naar het plaatje. Dit was onze schets aan het begin en aan het eind. Als je nu die twee krachten elkaar vergelijkt en dat kun je ook doen door het model. Dit is model. Je kunt ook hier in het model al de beginwaarden invullen, maar dan zul je zien dat uh, de luchtwrijvingskracht aan het begin veel groter is dan de rolwrijvingskracht, terwijl als de auto bijna stilstaat, die luchtwrijvingskracht juist veel kleiner is dan de rolwrijvingskracht. Dus wil ik aan het begin de resulterende kracht op de auto kleiner maken, dan is het de meest logische keus om de luchtwrijvingskracht kleiner te laten worden. Nu gaan we even kijken naar het model. Waar hangt die luchtwrijvingskracht vanaf? Als ik de waarde voor k kleiner maak, dan zal de luchtwrijvingskracht aan het begin kleiner worden en daardoor ook de resulterende kracht kleiner worden. De luchtwrijvingskracht zal natuurlijk overal kleiner worden, maar aan het einde zal het heel weinig uitmaken, want daar is die luchtwrijvingskracht al klein. Ja, hoe zit het dan met het einde? Ik wil daar juist een grotere resulterende kracht. En de is een optelling, uh, sorry, de resulterende kracht is een optelling van de luchtwrijvingskracht en de rolvrijvingskracht. Uh, dus als ik nou aan het einde zorg voor een grotere rolwrijvingskracht, dan zal de resulterende kracht aan het einde juist groter worden. En dan wordt de rolwrijvingskracht aan het begin natuurlijk ook wat groter. Maar dan maak ik gewoon die waarde van k nog wat kleiner aan het begin, zodat die aan het begin ook klopt. En dan heb je eigenlijk al het antwoord. Want wat moet ik dus veranderen in het model? Ik moet voor die k-waarde een kleinere waarde pakken. En voor die rolwrijvingswaarde juist een grotere waarde. En. Als je het model kunt laten draaien zelf, ja, dan kun je natuurlijk een paar keer proberen en, bij welke en kun je kijken bij welke twee waarden die lijn het mooiste overeenkomt met de gemeten lijn. Dus het antwoord wat je had moeten geven op het examen was uh, dat je k kleiner maakt en f-rol groter. Er was nog een vraag die uh, werd gesteld over een numeriek model en modelleren en het ging ook over deze situatie. En uh, die vraag heb ik hier uh, ook even weergegeven. Uh, de vraag is als volgt. Men is nu ook geïnteresseerd in de uitrijafstand. Wij moeten nu het model gaan uitbreiden. Zo dat we ook een uitrijafstand gaan registreren in ons model. En we moeten ook zelf voor een stopwaarde gaan uh, zorgen. Oké, okay, nou we gaan even kijken naar het model. En misschien was het je al opgevallen. In heel veel uh, van dit soort modelletjes reken je niet v uit alleen, maar ook meteen de plaats x. En hier hebben ze dat eigenlijk weggelaten. Dus wat er wordt gevraagd is aan ons om nog twee regeltjes toe te voegen. Eén regeltje waarbij ik de verplaatsing ga uitrekenen in elke uh, tijdstap, de, uh, de verplaatsing dx, en daarvoor heb ik de snelheid nodig. En een tweede regeltje waarbij ik ga zeggen: nou, uh, als ik weet hoe groot de verplaatsing is, dan krijg ik dus na mijn tijdstap een andere plaats dan dat ik had. Nou, die twee regels zijn vrij standaard. Die zien er zo uit. Dus eigenlijk was het helemaal niet een hele ingewikkelde vraag op het eindexamen. Uh, deze twee regels moest je dan zelf toevoegen. En dan moet je natuurlijk ook niet vergeten: op het moment dat je een nieuwe grootheid definieert in je model, dat op tijdstip t is 0, x ook gelijk is aan 0. Nou, op het moment dat uh, de auto begint met uh, uitrollen, wordt dus bijgehouden hoeveel meter die auto aflegt. Er was nog een, een tweede uh, vraag die werd gesteld. We moesten ook zorgen voor een stopconditie. Ja, en die is natuurlijk vrij logisch. Je wil, uh, la, we laten hier een auto uitrollen. Wanneer ben je niet meer geïnteresseerd in het model? Ja, als de auto stilstaat. Dus uh, de stopconditie wordt: stop uh, het programma maar als de snelheid V kleiner wordt dan 0. In de vorige filmpjes had ik kleiner of gelijk. Dan 0, nou, dat maakt niet zoveel uit. Dat zal er bij allebei uh, zal het even goed werken zolang je maar niet invult. Het model moet stoppen als v gelijk is aan 0, want ik heb het al een keer eerder gezegd. Uh, de kans dat je precies uitkomt op x is 0,000000. Ja, die is zo goed als 0. Dus als je zou invullen stop als v gelijk is aan 0, dan uh, stopt die gewoon nooit en als je dat invult op het eindexamen wordt het ook gewoon fout gerekend dus stop als v kleiner is dan 0 of kleiner eh, of gelijk